Ik ben Stoffel van Doorn, 17 jaar en woon in Isegem. Het is een droom om ooit de Formule 1 te halen. Hoe komt het dat het zo moeilijk is? Het grote probleem is het budget ook altijd. Het is heel moeilijk om sponsors te vinden. Maar natuurlijk moet je zelf ook een goede piloot zijn. Maar blijkbaar ben je dat. Over sponsors gesproken. Er zit er hier één die in Formule 1 gezeten heeft als sponsor. Ken je Jean-Pierre van Rossen? Van naam natuurlijk wel, maar vanavond is het de eerste keer dat we eigenlijk elkaar zien. Hij heeft ooit een Formule 1-team gehad, hè? Jean-Pierre. Eigenaar geweest is van een Formule 1-team. Ja. De enige, hè? Voordat ik zelf geboren was. Ja, 89, hè, geloof ik. Ja. Toen was Stoffel nog niet geboren. Mijn oudste zoon is een fervent supporter van hem. Hè. Ja? Oei, die gaat naar alle soorten wedstrijden van hem gaan kijken. Hè. Ja. En jijzelf, wat vind jij van Stoffel? Hij is iemand die... Nu komt er een moeilijk jaar aan. Hè. We weten niet hoe dat zal marcheren. Mm. Maar hij zou van het jaar moeten 1 of 2 grote prijzen kunnen winnen. En dan vanaf volgend jaar... meedoen voor het wereldkampioenschap. Vanaf volgend jaar. No pressure, hè? Qua talent... Zet hem niet onder druk, hè, Jean-Pierre? Qua talent staat hij nog net een trapje hoger dan Thierry Boutsen. Oh. Okay. En Thierry Boutsen kon toch in de tijd Senna kloppen in een race waar dat Senna de hele race in tweede stelling in de regen achter hem gereden heeft. Mm-hmm. Dus Boutsen kon ook aan de stuur draaien. Er staat een trap hoger dan dat. Mooi compliment, hè? Van iemand die zelf in de Formule 1 gezeten heeft. Hoe